Mag ik u vragen naar voren te komen? Zeker. En voordat u uw lezing uitspreekt, is het te doen gebruikelijk dat u zichzelf eeuwige roem verleent door de poster van de planologielezing te ondertekenen. Die hangt dan vervolgens aan onze Wall of Fame. Nou ja, dat is denk ik heel eervol. Hier is de poster. Misschien nog een rood even zeggen. Ik vind het heel eervol. En dat mag ik doen voordat ik de lezing heb uitgesproken. We zijn bang dat u anders de benen neemt en wij u nooit weer zien. Nou, daar spreekt een groot vertrouwen uit. Zo eerlijk zijn we wel. Zo. Ja, fantastisch. Ja, heel goed. Heel goed. Dames en heren, minister Cascio Longren. Heel veel dank. Dank jullie wel. Ik begrijp dat jullie, dankzij het feit dat ik een paar minuten te laat was, even een koffiepauze hebben gehad en even mochten opstaan uit deze toch niet al te comfortabele kerkbankjes. We zijn dat niet meer gewend, zei ik net, om lang in de kerkbank te zitten. Maar nu hoop ik toch even op jullie aandacht. Want ik richt me vooral tot de studenten. Ik zie een enkeling waarvan ik vermoed dat hij zijn studententijd al achter zich heeft gelaten. Ik richt me tot studenten, want jullie worden planologen in een bijzonder land. Namelijk een land met een traditie van land maken en van land inrichten. En daar zijn we echt ontzettend goed in Nederland. En dat is een traditie waar ik hoop uit put. En ik noem een paar voorbeelden en die kennen jullie veel beter dan ik. Maar we hebben visionaire planologen gehad in Nederland. We hadden Cornelis Lely, die de Zuiderzee heeft afgesloten en drooggelegd. Dat was zijn idee. Daar moet je visie voor hebben. We hebben Albert Plesman gehad, die in de jaren 30 de contouren van de Randstad voorzag. En Arie van der Zwan, die zag de mogelijkheden van Schiphol. De hubfunctie van Schiphol, die hebben we aan hem te danken. En dat betekent dus dat we nieuwe Plesmans, nieuwe van der Zwans en nieuwe Lelies nodig hebben. En het liefst een paar vrouwen. Als ik heel eerlijk ben, want het is erg mannen gedomineerd. En waarom hebben wij jullie nodig? Omdat Nederland in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Want de kolencentrales die zijn dan dicht. En die vervuilende fossiele grondstoffen, die gebruiken we dan niet meer. Er komen windmolens. Er komen zonnepanelen. En dat zijn grote veranderingen, die hebben een ruimtelijke component. Deze energieomslag, die heeft een enorme ruimtelijke impact. En daar vraag ik, en daar gebruik ik ook deze lezing voor, daar vraag ik aandacht voor. Want dat is iets wat in de hele discussie over de klimaatverandering en de energietransitie eigenlijk nog onderbelicht is gebleven. En daarom dacht ik, nou, als ik dan toch dit publiek heb vandaag, dan gebruik ik dat. Want praten over het Nederland van morgen, dat doe ik dus nu met de aspirant-planologen van vandaag. En als ik nou aan jullie die vraag zou stellen, hoe willen jullie dat Nederland er straks uitziet? Als je straks met die drone over Nederland vliegt, 2050, hoe ziet ons land er dan eigenlijk uit? Wat moeten we doen om het nog mooier te maken, om het nog beter te maken? Wat betekent die energietransitie voor de ruimte in ons land? Jullie hebben daar natuurlijk ideeën bij. Jullie hebben al nagedacht over wat die energieomslag betekent. Jullie hebben misschien ook al nagedacht hoe je je straks verplaatst van Groningen naar Utrecht of Maastricht. Doe je dat in een zelfrijdende elektrische auto? Hebben we dan hoge snelheidslijnen door het hele land? Hoe ziet die bereikbaarheid er eigenlijk uit in Nederland? En hoe ziet de natuur eruit? Wat wil je zien als je straks fietst of landt op Schiphol? Hoe ziet die kust eruit? Hebben we nog die prachtige duinen? Zijn de Waddeneilanden nog de Waddeneilanden? Is Nederland nog Nederland op dezelfde manier? Het zijn heel veel vragen. En juist omdat die energietransitie dus zoveel gaat doen met onze ruimtelijke inrichting, ik herhaal het nogmaals een keer, denk ik dat we Nederland in een nieuw jasje gaan steken. En ik denk dat jullie opgave wordt. Om Nederland dat nieuwe, aantrekkelijke jasje te geven. Dat zal een enorme klus zijn. Maar ook eentje met heel veel kansen. Ook voor jullie, maar ook voor Nederland. En 2050 is ver weg en er zijn heel veel onbekende factoren. Hè? Die unknown unknowns. Die weten we niet. En ik heb gedacht aan iets wat speelde
toen ik nog jong was, de film Back to the Future. We gaan terug naar 1985. In die film probeerden ze de wereld te voorspellen van 2015, dus 4 jaar geleden. In 2015 zou volgens de makers er een wereld zijn waarin we rondvliegende prullenbakken hadden. Ook rondvliegende auto's trouwens. Fruit zou uit de plafonds groeien. Veters zouden zichzelf strikken. Ja, dat is allemaal niet gebeurd. Dus met andere woorden, niet alles wat je wenst of denkt of je voorstelt, gebeurt ook echt. Maar het was ook de film Back to the Future die de aanzet gaf tot dingen die wel gebeurd zijn. Want bijvoorbeeld de hoverboard, drones, de smart glasses van Google, die zaten er eigenlijk allemaal in. Videobellen met Skype, dat zat er ook in. Dus dat visualiseren, dat proberen na te denken over hoe dingen straks zijn, dat is wel nuttig en is ook belangrijk. Want het gaat uiteindelijk ook over het maken van keuzes. Dus als wij in Nederland willen met groene steden, als wij een land willen waar we verbonden worden door slimme infrastructuur, als we een land willen zonder die vervuilende kolen, gas en olie, als we grondstoffen willen hergebruiken in plaats van te verkwisten, en als wij een land willen zijn met een goed draaiende, innovatieve economie, dat groen, gezond en leefbaar is, dan kunnen we natuurlijk voor dat land kiezen. En in die film Back to the Future, daar was Marty McFly, voor degenen die hem gezien hebben, en die zei: "If you put your mind to it, you can accomplish anything. So let's put our mind to it." We kunnen niet langer blijven zeggen dat er eigenlijk geen probleem is. We staan op een keerpunt, en dat is een keerpunt waarop we echt keuzes moeten gaan maken. En als ik nou afga op wat er gebeurt, gisteren was er een klimaatmars. Met ontzettend veel mensen in dat hele koude, regenachtige weer. En daarvoor hadden we de klimaatspijbelaars. En die spijbelen nog wel even door, wereldwijd. En dat zegt mij dat er gedeelde ambities zijn, gedeelde wensen. En dat we allemaal eigenlijk willen dat we toewerken aan dat nieuwe Nederland, in dat nieuwe en schone jasje. En dat we ons vooral moeten afvragen, hoe komen we daar? De wijze waarop energie wordt gewonnen en wordt opgewekt, die is terug te vinden in ons landschap. En ook daarvoor wil ik even teruggaan naar hoe dat vroeger ging. Hier in Groningen, daar zijn die hele kaarsrechte kanalen. En die zijn er alleen maar omdat je de sporen ziet van de veenwinning, van de veenkoloniën. Boortorens en ja-knikkers, die laten zien dat er naar olie geboord is, dat er naar gas is geboord. Dus de energiewinning heeft ook toen zijn sporen achtergelaten in ons landschap en in de inrichting van ons land. En in 2050, dan zullen dat windmolens zijn, dan zullen dat zonnepanelen zijn. En dat zal het nieuwe normaal worden in Nederland. Want dat zijn namelijk de leveranciers van onze energie. En zij zijn ook een inkomstenbron voor Nederland. En als we dat kunnen zien straks, dan is het ook een teken dat we onafhankelijk zijn. En het is eigenlijk een teken van voorspoed. Maar we moeten ze wel ergens plaatsen. En dat zal nog een hele puzzel zijn. Want Nederland is uiteindelijk, qua oppervlakte, een relatief beperkt land. Dus ik heb een paar rekenvoorbeelden. Als we onze energiebehoeften met windenergie zouden willen oplossen, helemaal, hè, dan zijn er 90.000 windmolens van 3 megawatt nodig. En de vraag is: is dat veel? Nou, er staan er nu 2500, inclusief die op zee. Dus ja, dat is veel. En als we onze energiebehoeften met zonne-energie willen oplossen, dan is er 600.000 hectare aan zonnevelden nodig. En is dat veel? Ja, want 600 hectare staat gelijk aan 1,2 miljoen voetbalvelden. En dat is dus 20% van ons landoppervlak. Dus hoe gaan we dat doen? Nou, door slim te zijn. Het rendement van 1 windmolen op zee is veel hoger dan die van 1 op land. Je hebt 3 windmolens op land nodig voor 1 op zee. Dus je wil zoveel mogelijk windmolens op zee hebben. Ook die moet je ruimtelijk inpassen, want op zee gebeurt er nog meer. De vissers, die willen kunnen vissen. De scheepvaart, die moet varen. En de stranden, ja, die willen we toch houden als plek om te recreëren en te genieten.
En als je die windmolens op zee plaatst, dan is het logisch om de aanlandingspunten in de buurt van de grote energieverbruikers neer te zetten. Want anders zou je natuurlijk honderden kilometer met masten moeten trekken door Nederland. En dan moet je onder al die masten 80 meter land vrijmaken. Dat is niet te doen. Maar als je die aanlandingspunten en die energieverbruikers bij elkaar plaatst, dan heb je weer het probleem dat die energiebelangen botsen met economische eisen, met milieueisen, misschien met wonen. Dus als we met z'n allen zeggen, is het niet mooi om die hoogspanningsleidingen vanuit zee ver het land in te brengen? Maar hoe doen we dat dan met bijvoorbeeld Limburg? In Limburg is veel bedrijvigheid. Iedere keer zijn er weer andere oplossingen nodig, ook in een klein land als Nederland. Het zijn dilemma's, het zijn keuzes en die keuzes vragen om een ruimtelijke ordeningsvisie. En die ruimtelijke ordeningsvisie die zijn we aan het maken. Die heet de Nationale Omgevingsvisie. En in die visie, daar moet komen te staan waar we naartoe willen. Het is eigenlijk een basis voor keuzes. Keuzes waar we ook geld in gaan steken. Maar die ons gaan helpen bij keuzes bij tegenstrijdige belangen. Want die zullen er altijd zijn. En die nationale omgevingsvisie, die is weliswaar nationaal, maar hij is niet van de Rijksoverheid. En dat moet hij ook niet zijn. Hij is van de provincies, van de gemeenten en van de Rijksoverheid. Want we staan echt samen aan de lat om deze enorme klus te klaren. En we moeten die samenwerking organiseren tussen de overheidslagen, met het bedrijfsleven en eigenlijk met alle mensen in ons land. Want als je nou nadenkt over hoe die energietransitie zijn beslag krijgt, dan is het ook vaak in de kleine dingen. Zonnepanelen op daken. De overstap van een gasfornuis naar een inductieplaat. Afvalscheidingsstations, laadpalen op straat. Met andere woorden, gewoon in de wijken, bij de mensen in de buurt. Dat is ook waar je je thuis voelt als inwoner van Nederland. En ik vind dat mensen in hun thuisomgeving zich niet overweldigd mogen voelen door allerlei keuzes in de energieinfrastructuur. Ik vind het belangrijk dat draagvlak voorop staat. Dat we mensen erin meenemen, dat mensen zeggenschap krijgen over wat er in hun buurt gebeurt. En eigenlijk slagen we pas als mensen zeggen, ja, als het zo kan, dan wil ik het. En draagvlak begint bij het informeren, bij het vroegtijdig betrekken van mensen bij aanpassingen in hun wijk, keuzes laten maken, als het nodig is financiële compensatie te geven, maar nog beter, mee te laten profiteren van wat er gebeurt. De lokale economie en je eigen energiebehoeften kan daar gewoon in meelopen. Ik denk dat dat de goede weg is. En ik zag een mooi voorbeeld. Het was op het NOS-journaal, een mevrouw. En die ergerde zich. Die ergerde zich aan een windmolen vlakbij haar huis. Ze ergerde zich eigenlijk vooral aan die slagschaduw. Maar ze heeft een gesprek gehad met de gemeente. En toen is ze gedraaid. Want ze profiteert nu van de windmolen. Ze mag een deel van die energie zelf gebruiken in haar eigen huishouden. En ze heeft een app. En daarmee kan ze die windmolen stilzetten als ze er last van heeft. Maar het mooiste eigenlijk aan het hele verhaal is dat ze van die app nog geen één keer gebruik heeft gemaakt. Dus het feit dat er naar haar werd geluisterd, dat ze betrokken werd bij wat er gebeurt, dat heeft haar eigenlijk een medestander gemaakt. Van een tegenstander naar een medestander. En de gemeenten die op deze manier werken, dat zijn de voorlopers en de voorbeelden. Want zij werken aan het vergroten van het draagvlak, zoals in het voorbeeld van die mevrouw met die windmolen, met die slagschaduw. Zij steunen initiatiefnemers, zij helpen mensen en zij nemen ook belemmerende regelgeving weg. Er is een ander voorbeeld van participatie, dat was in Dordrecht. In Dordrecht hadden ze een norm opgelegd voor de afvoer van water. En ze hadden ook een manier bedacht hoe ze dat zouden doen. En toen kwamen bewoners en die zeiden, wij hebben eigenlijk een andere manier bedacht die volgens ons beter werkt. En Dordrecht heeft toen gezegd, nou, wij stellen wel de norm, maar als jullie denken dat je die op een andere manier kan halen, dan gaan wij dat mogelijk maken. En zo moet het. Dus werk samen, werk met de inwoners en de bewoners. En probeer ook grote projecten op deze manier aan te pakken. Maar het moet wel gebeuren. En daar gaat ook wel een soort van waarschuwing van uit. Als gemeenten en provincies echt in conservatisme zouden blijven steken, ja, dan zou het Rijk het allemaal moeten gaan bepalen. Dan kom je in de situatie, we kennen het van vroeger, dat het Rijk dingen moet opleggen van bovenaf.
dat het Rijk de locaties gaat aanwijzen voor die windmolens. En dat is een situatie waarin ik in ieder geval niet wil belanden. Ik denk dat het er duurder van wordt, dat de oplossingen minder op maat gesneden zijn en dat mensen dus zullen afhaken. En daarom, en misschien ook wel juist nu, hè, er zijn binnenkort verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ik roep hen echt op, kom in beweging. Ga het mogelijk maken. Het kan, we hebben de voorbeelden al gezien, maar als we samenwerken en samen de schouders eronder zetten, dan maken we er een succes van. Dat was richting de provincies en de gemeenten. Dan nu richting u, de studenten. Die duurzame woonwijken, die groene industrieterreinen, die natuurparken, die komen van een tekentafel. En de dikke kans dat jullie aan die tekentafel zitten. En dat jullie dus gaan bepalen hoe Nederland er deze eeuw, maar eigenlijk ook de volgende eeuw, uit gaat zien. En ik kan me voorstellen dat je als planologiestudent eigenlijk nu al staat te trappelen om daar vorm aan te geven. En ik denk dat het vooruitzicht dat ik schets is dat jullie gaan bijdragen aan dat schonere, welvarende en misschien ook wel door die samenwerking hechtere Nederland. Er zit ook een sociale kant aan. Nou kom ik ook wel eens mensen tegen die zijn een beetje sceptisch en die zeggen, nou ja, weet je, dat is allemaal wel heel snel en ik zie dat eigenlijk allemaal niet zo gebeuren. En dan zeg ik, weet je, in een half mensenleven kan er heel erg veel veranderen. Want daar hebben we het over, hè? 2050. We hebben heel veel tijd. Maar we moeten wel nu beginnen. En als je wil weten hoe lang dat is, dan kun je ook weer terugkijken. Ik deed het al met de film Back to the Future. Maar ik zou het hier ook kunnen vragen aan een aantal van de aanwezige hoogleraren. Hoe zag Nederland eruit in 1980? De steden waren toen ernstig in verval. De luchtvervuiling was enorm. En de auto was de maat der dingen. Jaarlijks vielen er 2000 verkeersdoden. Inmiddels zitten we op 570 dodelijke verkeersslachtoffers per jaar. En iedere verkeersdode is er één te veel, laat dat duidelijk zijn. Maar die 570 is wel bijna viermaal minder verkeersdoden bij een vervijfvoudiging van het verkeer. Met andere woorden, een afname met een factor 20. En er is natuurlijk heel veel en volkomen terechte ophef geweest over de fraude van Volkswagen en andere autofabrikanten. Maar de auto is wel veel en veel schoner geworden. Eén voorbeeld. Je kunt goed zien hoe de luchtvervuiling is gedaald. Door te kijken naar het aantal uren dat je per jaar meer dan 10 kilometer ver kunt kijken. Sinds 1980 steeg dat van 4500 uren naar 6500 uren. En dat hebben we allemaal te danken aan schonere auto's. Dus ik wil vooral benadrukken dat uitkomsten het gevolg zijn van keuzes. Dus dat het niet genoeg is, daar ben ik van overtuigd. Maar dat het wel kan als je de goede keuzes maakt, daar ben ik ook van overtuigd. De klimaatopgave die stelt ons voor een hele grote opgave. En ik persoonlijk voel me vooral gesterkt door de jongere generaties die nu opstaan. Door te spijbelen, door een klimaatmars te houden, door hier te luisteren naar mijn lezing. Want het zijn eigenlijk de jongeren die ons vragen om de goede keuzes te maken. Om die keuzes ook met hen te maken, voor Nederland, voor de toekomst. En om te laten zien dat vooruitgang kan winnen van stilstand als we er samen voor gaan staan. Ik dank jullie wel.